wil heel veel vanuit de politiek veranderen en heel veel doen. En tegelijkertijd worstel ik heel erg met de vraag, wat zouden we nou moeten veranderen? Wat ik hier hoorde was, ja, er moet beter zorg komen, beter onderwijs komen, er moet meer worden gedaan aan de deskundigheid van professionals. We hebben wel een kinderrechtenverdrag, maar eigenlijk worden de rechten van kinderen helemaal niet goed nageleefd. Ik hoorde heel erg het dilemma over de veiligheid van kinderen. Wat is nou veiligheid? En wanneer en wie besluit nou op basis waarvan dat kinderen uit huis worden geplaatst? Dus om heel eerlijk te zijn, heb ik zo ontzettend veel gehoord. En zijn er nog best wel veel vragen die in mijn hoofd zitten, waar ik heel graag mee aan de slag zou willen gaan. Maar ik denk dat het ook een illusie is om dat naar aanleiding van deze ochtend te zeggen, nou, ik heb hier het sleutel, dus de oplossing in handen. Ik vind echt dat we als Tweede Kamerleden, als politiek in het algemeen, echt goed naar onszelf moeten kijken. Want wat mij heel duidelijk wordt, is dat heel veel zaken niet goed geregeld zijn in wet en regelgeving. Maar vooral ook dat toch de politiek heeft verzuimd om voldoende te investeren in zorg en onderwijs. Om ervoor te zorgen dat kinderen goed worden opgevangen, dat ze goed onderwijs krijgen en dat als dat niet op de een of andere manier niet kan gebeuren, dat er een goede vervanging komt. En wat ik heel duidelijk vanochtend heb gehoord is dat het mist aan goede ondersteuning ook van het gezin en van ouders. Dat we dus niet gaan naar zorgen dat kind en ouders centraal staan, dat zij worden geholpen, maar dat in plaats daarvan er een soort van machteloosheid heel vaak wordt gedacht in een dwang- en drangtraject. En dat is natuurlijk gewoon echt de omgekeerde volgorde. We moeten zorgen dat zorg en onderwijs naast het gezin komen te staan, in plaats van dat er naar elkaar wordt gewezen en wordt gekeken naar wie is schuldig en dat er dus een dwang- of drangtraject wordt ingezet.